Ik ben hier bij Opel Nederland en ik ga eens even een paar dagen met de eerste, de moeder van de plug-in hybrids rijden, de Opel Ampera. Rijdt 50, 60 kilometer elektrisch, we gaan uitvinden hoeveel. En daarna gewoon met een plofmotor kun je eindeloos blijven doorrijden. Een van de best verkochte elektrische auto's, by far. En ik ga nu eens even kijken hoe dat nou echt gewoon voelt. Ik ben natuurlijk gewend aan de Nissan Leaf en als je dat vergelijkt is de Opel Ampera wel wat stoerder vormgegeven dan zo'n Leaf. Het is echt gewoon een mooi vormgegeven auto, een beetje een tank. Alles voelt ook heel erg solide aan. En ik denk qua look en feel is het echt een auto die een hoop mensen leuk vinden. Het is een op zich, als je kijkt wat er voor ruimte in zit, dan is het gewoon een hatchback. En je kunt daar een hoop in doen. Alleen, er is één ding. De batterijen, die zijn intern. Die zitten ook hier voor een stukje tussen de twee stoelen in. Dus je hebt gewoon geen drie mensen die achterin kunnen zitten. En als je hem ook plat doet, heb je ook altijd dat balkje, zeg maar. Maar op zich ziet hij er gewoon mooi uit. Hij heeft een 1,6 liter motor die zeg maar elektriciteit kan aandrijven, waardoor je altijd elektrisch rijdt, maar soms rij je op de accu en soms rij je op benzine of elektriciteit die door benzine wordt aangeladen. Nou, ik ga even een klein stukje rijden. Boing. En als je hier instapt in dat ding, dat is echt gewoon een complete space. Het is echt gewoon van zoveel knopjes. Moet je zien wat een knopje is. Echt gewoon ontzettend veel. Ik moet ook echt heel erg wennen aan alle knopjes om die te bedienen. Even te... En ik ga nu eens even rijden. En ik rijd nu gewoon ook in zeg maar elektriciteit weg. Ik heb nog een radius van 33 kilometer elektrisch. Nou ja, dat is op zich... van de 60 die me beloofd was. En dan ga ik eventjes op dat ding op zijn staart trappen. Ja, het rijdt rustig. Ik bedoel, het is een beetje Nissan Leaf effect. Hoewel ik wel merkte, als ik achter een Ampera ging, dan was de Nissan Leaf langzamer dan de Opel Ampera. Ja, mooie schermpjes, veel knopjes, heel veel knopjes eigenlijk. Veel knopjes op het stuur ook. Het belangrijkste wat ik natuurlijk gewoon wil weten is de range en het opladen. En qua sterkte. Ja. Hij rijdt gewoon goed. En ik ga zo meteen eens even kijken van wat ik nou in een week ervan merk om in een Opel Ampera te rijden. Want ik ga de ding rijden totdat ik mijn Tesla neem. Dus ja, mijn Tesla komt op maandag en het is nu dinsdag. Dus ik ga deze week erin rijden. Kijken hoe het voelt, kijken hoe de elektronica werkt, kijken hoe de range is, kijken hoe die laat. Maar nu rijd ik gewoon volledig elektrisch en dat voelt natuurlijk gewoon prima. Dus zover de Opel Ampera. Wordt vervolgd.